Gerrit Visser houdt voor de provincie goed in de gaten welke bomen legaal en welke illegaal gekapt worden. Zoals hier in Hollandse Rading. En we staan op een open plek in dat bos. En die open plek is daar niet legaal ontstaan. Met bijvoorbeeld luchtfoto's van de Utrechtse bossen speurt Gerrit Visser naar verdachte open plekken. Maar soms vindt hij een illegale velling door simpelweg rond te rijden. Nou, dat was in dit geval heel makkelijk, omdat bij de ingang van dit bosperceel, daar liggen de stronken. En die liggen ook met de bedoeling om een beetje af te schermen de rest van die open plek van het bos ten opzichte van de buitenkant. Zodat men wat meer besloten kan zitten. En met het weghalen van zo'n groot stuk bos wordt de natuur verstoord. Bij de kap van dit gebied raakte een roofvogel zijn nest kwijt. Heb je hem aan? Ja. Wat is dit? Wat horen we nu? De havik. Dus hij is er nog? Hij zit in de buurt, ja. Een illegale kap gebeurt vaker. Per jaar verdwijnen in Utrecht ettelijke hectares bos. Men koopt een huisje in het bos, men wil die tuin graag vergroten. En dan zie je toch dat dat bos of wordt uitgehold of soms radicaal weggehaald. Het lastige van zijn werk is dat Gerrit de kap pas ontdekt als de bomen al weg zijn. Nou, tegengaan wordt lastig, maar door er wel bovenop te zitten en streng te zijn, proberen we natuurlijk in ieder geval in de hand te houden. En wat we dus doen naast de reguliere controles is dus de illegale vellingen in beeld brengen. De eigenaar van dit stuk grond moet verplicht nieuwe bomen neerzetten. Nou, wat hier geplant zijn, dat zijn grove dennen. Dus dennenbomen, de algemene soort. Die hebben hier niet gestaan, want hier staan andere naaldbomen. Maar qua herplant is dit absoluut onvoldoende. Maar ook al wordt het hele gebied weer beplant, het zal zeker 10 jaar duren voordat hier weer een volwaardig bos staat.